mijn naam is Jacqueline van der Kloet en ik had vroeger een passie voor tekenen. En ik wilde heel graag naar een kunstacademie, maar mijn ouders zagen dat niet zo zitten, omdat ik daar naartoe zou gaan. En toen hoorde ik van iemand die naar de Rijkshogeschool voor Tuin- en Landschapsinrichting in Boskoop was gegaan. En die vertelde daarover. En ik dacht, nou ja, dat heeft in ieder geval iets met tekenen te maken. Dus dat ga ik proberen. En eigenlijk vanaf het begin was dat liefde op het eerste gezicht. Toen ik één keer afgestudeerd was, ik heb na Boskoop een aantal jaren nog in Anderlecht in België mijn opleiding afgemaakt, omdat dat een veel creatievere opleiding was. Maar toen ik afgestudeerd was, heb ik me eigenlijk de eerste jaren bezig gehouden met particuliere tuinen en beplantingsplannen daarvoor. Maar op een gegeven moment kreeg ik een hele grote interesse in beplanting en daar ben ik me eigenlijk verder in gaan ontwikkelen. Combinaties van vaste planten met heesters en daar zijn op een gegeven moment de bloembollen bijgekomen. Ja, en dat is echt een soort grote liefde geworden ook. Dus daar ben ik de laatste jaren vooral mee bezig geweest. Nou, ik onderscheid me eigenlijk wel, denk ik, in het feit dat ik zozeer met beplanting bezig ben. Al heel veel van mijn vakgenoten zijn meer gefixeerd op het maken van een plan met mooie structuren en ruimtes en hebben niet zoveel met beplanting. Maar voor mij is juist die beplanting heel belangrijk. En omdat ik vind dat dat echt het uiteindelijke gezicht van een tuin of een park of een openbare ruimte bepaalt. Je hebt natuurlijk een goede basisstructuur nodig, maar dan de invulling daarvan, die is voor mij heel belangrijk. Als ik een opdracht voor iets krijg, dan wil ik graag de plek altijd in werkelijkheid ook zien. Omdat ik wil zien hoe het zit met licht en met wind en met omringende bebouwing. En ja, ik wil gewoon de sfeer van de plek proeven. En daar krijg ik naast dat verhaal van de opdrachtgever, van wat hij zich van die plek voorstelt, een beeld bij van hoe dat dan ingericht zou moeten worden. Dus dan maak ik eerst een soort conceptvoorstel, natuurlijk ook weer in ruimtes en structuren en ik vertel daarbij hoe ik me de beplanting daarbij voorstel. Nou, en van daaruit ga ik verder detailleren en dat kan ja, heel ver gaan. Het kan ook heel basic blijven. Ja, als ik een opdracht uit moet werken, een plan moet maken, dan ik werk niet met de computer, ik werk met potlood en papier, want dat past denk ik het beste bij mij ook. Dus dan maak ik een conceptplan op mijn tekentafel en dan ga ik daarmee naar mijn opdrachtgever. En dan laat ik aan de hand van de tekeningen en eventuele beelden die ik daarbij gezocht heb zien wat mijn bedoelingen zijn. Van heel veel dingen eigenlijk. Ik reis veel voor mijn werk, dus ik kom veel in verschillende buitenlanden. Dat is altijd heel inspirerend om op nieuwe plekken te komen. Maar daarnaast hou ik ook heel erg van architectuur, dus alles wat ik hoor of lees over nieuwe gebouwen, of dat nou in Nederland is of in het buitenland, dat vind ik ook altijd spannend om daar naar te gaan kijken. Kunst is een hele grote inspiratiebron, maar ook bijvoorbeeld mode. Te zien wat alle couturiers ieder jaar weer bedenken in de mode, de kleurencombinaties, de vormen die erin bedacht worden, dat inspireert allemaal. Hobollen horen voor mij in een tuin, omdat ze eigenlijk het eerste zijn wat je na een winter weer in bloei kunt zien. Het heeft zo'n impact, vind ik, dat je met door bollen te gebruiken, dat je het seizoen 3 maanden naar voren haalt. Dat je, waar je anders verlangend zit uit te kijken naar de groei van de vaste planten, dat je nu al in januari, februari de eerste puntjes van krokussen of sneeuwklokjes of wat dan ook boven ziet komen. En dat je al ziet dat het weer gaat borrelen in die tuin. En dan hoeft dat nog niet eens in grote kleurvlakken te zijn, maar gewoon het feit dat het allemaal weer gaat gebeuren en dat het leeft, dat is voor mij heel belangrijk. Ja, de persreis in Zeeland, dat was wel een bijzondere gebeurtenis weer dit jaar. IBC gaat ieder jaar naar een andere plek in Nederland, dit jaar in Zeeuws-Vlaanderen en op Walcheren. En er was één tuin op Walcheren die heel erg de moeite waard was. Een soort kleine boerentuin waarin allerlei verschillende sferen gemaakt waren. Dus die mevrouw had allemaal zelf verschillende hoekjes daar bedacht en daar hebben wij met de bollen op aangesloten. En één stukje wat ik zelf heel erg mooi vond, dat was haar pluktuin. Dus daar had ze zelf allemaal 1- en 2-jarigen in gezaaid. En we hebben daar een mengsel van verwilderingsbolletjes in geplant. Dus iets wat je 1 keer plant en wat daarna gewoon jaar na jaar na jaar terugkomt. Een mengsel van skillaatjes en blauwe druifjes en botanische tulpjes en kleine narcisjes. Die hebben we allemaal door elkaar gemengd in een grote kruiwagen, toen geplant.
En zo kwam er dus iedere week een andere laag eigenlijk boven. En iedere week ook een andere kleur. En een ander stukje in de tuin, dat was haar border, haar vaste plantenborden onder de appelbomen. Die begonnen net te bloeien, zo in witroze tinten. En daar had ik een mengsel bedacht van tulpen, ook in witroze tinten, tussen die vaste planten. Een mengsel van Purissima en Flaming Purissima en Christmas Marvel en nog zo wat soorten. En die hebben we ook gemengd van tevoren in een kruiwagen en tussen die vaste planten uitgestrooid en daar geplant waar ze neergevallen waren. En daarvan zeiden heel veel journalisten dat dat, toen het zo daar in bloei stond, echt exact mijn handtekening was. Zo'n mengsel wat dan aansluit op een kleur in de tuin die daar heel goed bij past.